NEC won zaterdagavond de lastige uitwedstrijd bij VVV Venlo met 0-2. Een vol bezoekersvak zag in de 38e minuut Leroy George de 0-1 scoren. Na rust scoorde Lasse Schöne in de 73e minuut de 0-2. NEC boekte daarmee de derde uitzege van het seizoen en behaalde 10 punten uit de laatste 4 wedstrijden. Really important because you know we want to achieve our objective to reach the playoff position and against VVV, yeah, you know the away match is always a hard work because yeah they are a physical stark team, so you know we had to fight this match. NEC heeft de top van het rechte rijtje gehaald en kan na dit weekend onder Vitesse komen te staan op de 8e plaats. Now we are on a good way to reach the European football and we have to keep focus and we are going to play again also the 3 points. You know, because it's every match now important. We have no more chance to miss just fail to get the 3 points. NEC moet het aankomende zaterdag tegen NAC zonder Kevin Conboy stellen. De verdediger ontving zaterdag in de wedstrijd tegen VVV Venlo een gele kaart. En dat is zijn 5e van het seizoen. Dat levert hem automatisch een schorsing van 1 wedstrijd op. Rens van Eijden, Kolwijk en Smofs staan bij NEC op scherp.